Voilà. Het is ons gelukt, ons varken. Te longen! Dit is professor en bio-ingenieur Nadia Everaert. Nadia en haar team aan de KU Leuven gaan op zoek naar een beter dieet voor varkens. Want sommige varkens die zouden beter wat meer op hun voeding letten. Waarom moeten varkens op dieet? We onderzoeken of dat we ander varkensvoer kunnen maken, beter varkensvoer dan dat er nu al bestaat. Ik heb het dan enkel over de productievarkens, dus de varkens die gekweekt worden op de boerderijen om uiteindelijk naar het slachthuis te gaan, zodat wij er dan vlees van kunnen krijgen. Die productievarkens die geven we een voer onder vorm van korrels of pellets. Het zijn bruine korrels die er niet echt appetijtelijk uitzien, maar daarin zitten echt alle voedingsstoffen dat de varken nodig heeft. Dus daarin zit zetmeel, vezels. We voegen daar ook vitamine en mineralen aan toe. Pre- en probiotica om ze gezond te houden. Wat olie om er veel energie in te steken in het voer. En dan nog heel belangrijk zijn de eiwitten. En juist bij die belangrijke eiwitten, daar gaat het mis. De eiwitten in het varkensvoer zijn hoofdzakelijk afkomstig uit sojaschoot. Sojaschoot is het product dat bekomen wordt als we de soja gaan pletten en er de olie uit gaan halen. Dus hetgeen dat overblijft is de sojaschoot. En die sojaschoot is hoofdzakelijk afkomstig van Argentinië en Brazilië. En daar zit dus een groot probleem. Want dus om die sojavelden aan te bouwen, worden er massaal nog veel bossen en wouden gekapt en afgebrand. En er worden ook heel veel gifstoffen gebruikt om ziektes en insectenplagen tegen te gaan. En die gifstoffen komen dan in het hele ecosysteem terecht. En de natuur rond die sojavelden gaat eraan kapot. De sojaschoot wordt dan verscheept van Latijns-Amerika naar Europa. En de scheepvaart stoot ook heel veel CO2 uit. Sojaschoot is dus echt heel slecht voor het klimaat, het milieu en de natuur. Je vraagt je dus af waarom die soja nog gebruikt wordt. Sojaschoot is wel heel goedkoop. En het is een goede bron van eiwitten voor het varkensvoer. Dus zolang we geen goed alternatief gevonden hebben voor de sojaschoot, gaan we nog altijd sojaschoot gebruiken in het varkensvoer. Nadia test in haar labo welke eiwitten net zo gezond en even goedkoop zijn als soja. En dat doet ze door een varkensdarm na te maken. Maar dat is niet zo bloederig als het lijkt. En voor de rest doen we dan in vitro onderzoek, dus werken we met buisjes. En dan het belangrijke aan ons onderzoek is het werken met onze nepvarkensdarm. En dit kleine buisje, dat is dus die nep varkensdarm. En daar test Nadia andere soorten varkensvoer in uit. En dat is moeilijker dan het klinkt, want het sojaschoot is op zich supergoed voor varkens. En dus moeten de eiwitten die in het voer gaan even goed zijn. Het is niet zo evident om de sojaschoot te vervangen. Omdat juist in de sojaschoot er heel veel eiwitten zitten. En omdat de dieren die eiwitten nodig hebben om te groeien, om spieren aan te zetten en om gezond te blijven. Een boer wil absoluut geen zieke dieren hebben. Laat staan dieren dat zouden sterven. Terwijl er eigenlijk wel een grote infectiedruk aanwezig is in de stallen. Gewoon ook door de manier waarop dat varkens gehouden worden. De biggen worden bijvoorbeeld op een leeftijd van ongeveer 4 weken al van de moeder gescheiden. En dus gaan ze over van moedermelk naar vast voer. Op dat moment is hun maag- en darmstelsel nog niet goed ontwikkeld en hun immuunsysteem ook nog niet. Dat is nog niet matuur genoeg. En dat verhoogt dan de kans op ziektes. Ook zorgt die scheiding van de biggen van de moeder voor heel wat stress. En gaan de biggen daardoor soms minder gaan eten, waardoor ze verzwakken en wat weer die kans op die infecties gaat verhogen. En er circuleren ook heel wat ziektes in die stallen, virussen, bacteriën. En we weten allemaal sinds corona, als er één varken ziek is, dat binnen de kortste keren je een hele stal gaat hebben vol met zieke dieren die ook diarree kunnen krijgen. Dus gaat Nadia op zoek naar eiwitten die de varkens goed doen groeien en gezond houden en die ook nog eens ecologisch zijn en goedkoop. Voor die soja dan te vervangen, gaan we idealiter op zoek naar grondstoffen die niet door de mens kunnen gebruikt worden. Dus die niet in de humane voeding kunnen gebruikt worden. En die we ook niet speciaal moeten gaan kweken. Als je 1 of 2 varkentjes in je tuin houdt, dan kan je die wel voederen met wat aardappelschillen en ander GFT-afval. Maar een miljoenenproductie varkens, daarvoor heb je wel een iets creatievere oplossing nodig. Kunnen we voedingsafval gebruiken om daar insecten op te kweken? Dus dan gaan we insecten, zoals vliegen, hun eitjes laten leggen op GFT-afval. En daar kunnen de larven dan
in ontwikkelen en groeien. En die larven, weten we, bevatten heel wat eiwitten. Dus dat zou eigenlijk een heel mooie zijn. Goedkoop, ecologisch. En of die larven ook gezond zijn en goed zijn voor de varkens, dat zoeken ze dan uit met die nep-varkensdarm. Nu gaan we het voedsel volgen van varkensmond tot doorheen de darmen tot varkenskont. Dus onze collega's hebben de nepmaag en dunne darm nagedaan. Dit is de maag, dit zijn de dunne darmen. En daarvoor hebben we dan dit flesje om dus de nepmaag en dunne darm na te bootsen. Daarin zitten dan alle enzymes die ook in de maag en de dunne darm aanwezig zijn. En op die manier gaan we de vertering nabootsen. De volgende stap zal zijn dat we de absorptie nabootsen. Dat is dat alle voedingsstoffen worden opgenomen doorheen die darm. Die komen dan in de bloedbaan terecht en die gaan naar de lever. Dus dan komen we aan bij de dikke darm. En in de dikke darm komt alles toe wat nog niet opgenomen is, komt in de dikke darm. En hier zitten heel veel bacteriën, onze darmmicrobiota noemen we dat. En die bacteriën gaan het overige voedsel gaan fermenteren. En die fermentatie gaan we dan ook nabootsen en dat is dan met deze flesjes. En dit flesje, de nepvarkensdarm, blijft daar na 48 uur liggen in een nepvarkensbuik. Ah ja, dit is dan het waterbad. Ja, dat is dit bad met water. En daarna kan Nadia bekijken wat er met de verteerde larven verder gebeurd is en of de bacteriën en gassen die nu in de nepvarkensdarm zitten, of die goed zijn voor het varken. Er zijn bacteriën die dat beter zijn dan anderen, dus willen we zien welk profiel van bacteriën we hebben. En dan gaan we ook nog de gassen opmeten. Hier worden gassen geproduceerd tijdens die fermentatie. Die druk gaan we gaan opmeten en ook de samenstelling van die gassen kunnen we ook analyseren. Ik ben heel trots op dit toestel. Ja, ik ben er echt heel blij mee dat we dat in het labo hebben staan. Maar dat betekent nog niet dat Vlaamse varkens binnenkort echt larven eten in plaats van sojaschoot. Het is nog allemaal niet evident om meteen die larven in het varkensvoer gaan te gebruiken. Als uit ons onderzoek dan blijkt dat die larven goed zijn voor het varken, als we dan ook nog de wetgeving mee hebben dat die larven kunnen gekweekt worden op GFT-afval, dan kunnen de bedrijven, kan de industrie eigenlijk die larven op grote schaal gaan kweken en dan hebben we een goed alternatief voor de soja uit Latijns-Amerika. Dikke merci Nadia om dit belangrijke onderzoek te doen en jullie thuis ook bedankt om te kijken naar deze video. Bye bye!